Hebben jullie hem ook gezien? Bij Op 1, die Melkert. Oh, jezus, het is dat ik me inhield. Maar anders had ik toch mijn televisie met huis en al zo uit het raam gesodemieterd. Oh, wat. Daar zat hij toch weer. Hoe is het mogelijk dat hij durft? Waarom blijft zo'n man niet verscholen achter heel veel gordijnen en weg? Heel diep het binnenland van Tibet in. Ga weg, Melkert. Ik moest gelijk weer terugdenken, en jullie ook, als je hem gezien hebt, aan die verschrikkelijke afgang toen in het debat met Fortuyn. Weet je dat nog? Oh, die er triomfantelijk. Die Fortuyn nam die Melkert in de maling. En dat was ook gelijk het einde van zijn politieke loopbaan. En het was klaar met deze zure Melkert. Hij kon het niet verdragen en hij ging hem dus demoniseren. Samen met die Rozemuller en met die Marcel van Dam. En dan komt zo'n man, die wordt daar dan uitgenodigd bij Op 1. Dat is al fout. Hoezo nodig je zo iemand uit? En die gaat daar nog eens weer even wijs zitten doen. Weet je, want dat deed hij in het verleden al, want hij was dan inhoudelijk en Fortuyn niet. En Fortuyn, dat was alleen maar effectbejag. Dat was Fortuyn. En het was onderbuikgevoel. Ja, en het was alleen maar een media-hype. En het was allemaal door de media dat hij zo groot was geworden. En nu dan? Hoezo de media-hype? Nu met Wilders dan? We hebben die Wilders helemaal nergens gezien. Nooit ergens vertoond. Geen talkshowavond, niks. En toch is Wilders zo groot geworden. Gewoon omdat ze zijn klaar met de gevestigde orde. Ze zijn klaar ook met links. Ja, en dat heeft dan zo'n Melkert dan niet door. Dat die mensen daar gewoon helemaal geen zin meer in hebben. Ja, en dan noemt hij dat dan een beetje het midden. De Partij van de Arbeid, de GroenLinks, is dan zogenaamd het verstandige midden in de politiek. Laat me toch niet lachen. Hoezo zijn GroenLinks en Partij van de Arbeid het midden? Die rijden hun hele leven al links. Dan worden ze zelfs in Engeland nerveus van, hou op zeg. Als je zo'n man hebt gezien, hè, zo'n Melkert, dan weet je gewoon heel zeker, die heeft er helemaal niks van geleerd.